Wij Nederlanders houden ervan om lekker interieur te shoppen. Op een vrije dag gaan we met z'n allen gezellig naar de woonboulevards. Maar dat kan natuurlijk ook anders. En daarom heb ik een gesprek met Hans van fabriekmeubels.nl. Want Hans, anno 2013 gebeurt er natuurlijk ook heel veel online. Absoluut. Mensen die kunnen in een winkel vaak alleen maar via een staaltje tot het ultieme meubel komen. Terwijl je online kun je het helemaal zelf samenstellen. Samenstellen op internet, dat is natuurlijk op zich ook heel erg leuk om te doen. Maar normaal gesproken, dan zou je natuurlijk van verdieping naar verdieping gaan op de meubelboulevard. Ja, dat klopt. Heb je daar een bankje gezien, zie je op de andere etage een mooie kast. Maar je vraagt je af, past het wel bij elkaar? Nou, online kun je dat allemaal op één beeldscherm zien. En maar ondanks dat het internet natuurlijk al heel lang zijn intrede heeft gedaan, vinden sommige mensen het ook nog een beetje spannend om te bestellen via internet. Is internet veilig? Wat heel belangrijk is, dat ze letten op het thuiswaarborg logo, dan wel het CBW of het MKB OK. En wat ik ook heel belangrijk vind, kun je het meubel bezichtigen. Nou Hans, ik ben heel erg blij dat je ons een beetje wegwijs hebt gemaakt in de wereld van online winkelen. Laatste vraag, want jij bent interieurdeskundige, interieuradviseur moet ik eigenlijk zeggen. Heb je nog een tip qua trends op dit moment? Ja, nou de trends op dit moment zijn toch wel echt de industrielampen die je echt overal tegenkomt in alle vormen en maten. Mooie trends zijn ook vooral de hoekbanken en de sjalonkenbanken. Dat is iets waar mensen toch wel echt naar op zoek zijn op dit moment. Nou dankjewel Hans. Online shoppen, daar hebben we het over gehad. En je moet ook online zijn voor meer informatie. Uiteraard lifestyleexperience.tv.